Stel, je hebt een dochter van 11 jaar en ontdekt bij toeval dat zij naaktfoto's van zichzelf naar een vreemde man op internet stuurt. Die haar bovendien allerlei vergaande seksuele opdrachten geeft. Terwijl hij heel goed weet dat uw dochtertje nog maar een kind is. Wat doet u dan? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En door de ouders van dit belaagde kind werd ingeschakeld om de internetontuchtpleger op te sporen en te ontmaskeren. Vanavond ziet u daardoor een verborgen cameraactie waarin wij letterlijk de activiteiten van een 35-jarige man uit Zuid-Holland blootleggen die op internet een 11-jarig meisje zodanig manipuleerde dat zij aan zijn bizarre wensen wilde voldoen. Oh, maar dan ga je dus wel met meisjes van 12 dat doen. Als ze zeggen dat ze ja, dan praat je ermee en dan zeg je van steek je vinger er eens in. Doet het pijn? Dat soort dingen vraag jij. Ja, dat dus straks. Verder in onze uitzending een nieuwe getuigenis in de zaak van de vermoorde Rotterdamse zakenman Hans Leijzen, september 1999. Een aantal betrokkenen wees al naar de achtergebleven weduwe Linda V. als brein achter en opdrachtgever van de moord. En na onze reportage van 3 weken geleden kan daar nu een nieuwe belangrijke getuige aan worden toegevoegd. Wat hij precies te vertellen heeft, dat hoort u zo meteen. Maar we beginnen de uitzending vanavond met de laatste ontwikkelingen in de zaak Rivi. Herinnert u ze zich nog, de zware jongens van het Nijmeegse incassobureau Binnen Zonder Kloppen? Onze verborgen cameraactie over deze twee kleerkasten bleef niet zonder gevolgen. In maart 2005 worden wij benaderd door meubelmaker Martin Meurs uit Mok. Hij verklaart te worden afgeperst door het Nijmeegse incassobureau Rivi, dat geleid wordt door de 35-jarige Rico B. en de 38-jarige Vincent van D. Volgens Meurs eisen de mannen in eerste instantie 22.000 euro. Martin stelt al een keer thuis door het duo te zijn overvallen en mishandeld en is ten einde raad. Rivi zou een opdracht handelen van ene Michel van H. Maar die reageert hoogst verbaasd als wij hem benaderen. Ja, ik vind het een heel vreemd verhaal. Maar weet u zeker dat het geen grapje is? We zijn benieuwd naar de werkwijze van dit tweetal en installeren een aantal verborgen camera's om Martins ontmoeting met hen vast te leggen. Als we de Rivi-directie voor de eerste keer in beeld krijgen, zien we twee kleerkasten met een voorkomen die je spontaan je portefeuille doen trekken. De bedreigingen liegen er niet om. Je wordt gewoon betaald, hoor. Heel makkelijk. Lok gewoon 2 andere jongens opknappen. Ja, maar hoe zo opknappen, Rico? Je moet gewoon betalen, klaar. En dan betaal je 500. Ja, maar wat bedoelen ze dan met opknappen? Is dat dan eigenlijk dat ze me dan overhoop willen schieten? Maar dat is ook geen probleem voor die jongens, helemaal niks. Ja, maar waarom? Maakt niet uit, jij komt niet meer aan je werk. Neem maar over mij, man. Telkens als je beter bent, dan stamp je weer aan de deur. Goed, klaar. Bij een tweede afspraak blijft het niet bij een flinke hoeveelheid gespierde taal. En nog geld of niet? Nee, betaal ook niet. Nul. 0,0. Nee. Nee. En weer laat de verbale intimidatie niets aan de verbeelding over. Voelen ze hier? Een gaatje komt te zetten. En dan ga ik daar naar de wouden toe. De stress bezorgt Martin een hartinfarct. En hij belandt in het ziekenhuis. Die jongens die hebben mij gedreven naar een plek. Dat is maar geen pen te beschrijven. Zijn schuldeisers laten hem vanaf dat moment met rust, maar dat betekent niet dat ze niet meer actief zijn. Zo blijkt een paar maanden later als we in contact komen met ondernemer Giel Verheij uit Velp. Ook van hem eist Rivi geld en weer ontdekken we dat er het nodige aan de incassoopdracht mankeert als we de vermeende opdrachtgever spreken. Zeg mij in ieder geval in eerste instantie niks. Ik heb het bureau ook niet en ik heb ook zeker geen opdracht gegeven. Opnieuw worden de gewelddadige incassopraktijken door onze verborgen camera's vastgelegd. Jij weet heel anders goed wat het precies over gaat, jongens. Ik denk dat we met vrouwen zijn gewoon een beetje uit te lullen. Kom maar uit. Ik zeg meteen, we hebben allemaal niet voor niks.
Bij een volgende afspraak confronteert Peter de twee kleerkasten die alles ontkennen en er snel vandoor gaan. Je liegt. Wordt het moeilijk voor nee, je? Nee, nee, wil je de niet beelden moeilijk. Zien? Maar jullie liegen. Snap je? Nou, die, dat zullen we wel eens zien, weet hij je ook. Liegt. Na onze uitzending worden we overspoeld met reacties waaruit blijkt dat er veel meer mensen slachtoffer zijn geworden van het incassobureau. De meldingen strekken zich uit over heel Nederland en variëren van doodsbedreiging, intimidatie, dreiging met een vuurwapen tot mishandeling. Een van de slachtoffers laat weten op 27 augustus 2004 zo ernstig door het duo te zijn bedreigd dat hij geen aangifte durfde te doen uit angst voor represailles. Na onze uitzending stapt hij alsnog naar de politie. In deze aangifte verklaart hij: er kwamen twee mannen aanrennen in kogelvrije vesten. Eén van hen had de deurkruk van mijn auto met zoveel geweld vast dat er een deuk in kwam. Mijn vriendin is vastgehouden in de kantine van het bedrijf. Een ander mailt ons: ze kwamen naar binnen, eisten een geldbedrag en sloegen me van achteren tegen de grond om hun woorden kracht bij te zetten. We zijn ondergedoken geweest en verhuisd. Je zou verwachten dat Rico en Vincent zich na de ontmaskering in onze uitzending van 13 november 2005 even gedijst houden. Maar niets is minder waar. Want twee weken na onze reportage raken ze volgens een echtpaar uit het Limburgse Halen alweer betrokken bij een gijzeling en afpersing, waarbij een bedrag van €281.000 van ze is geëist. De slachtoffers zijn volgens de aangifte onder bedreiging van een vuurwapen dat zelfs in hun mond is gestoken gedwongen om naar een bank te rijden en €1.250 te pinnen. Rico en Vincent hebben kennelijk niet stilgezeten. Maar de politie evenmin. Na onze uitzending van 13 november 2005 start de recherche een onderzoek naar de handel en wandel van het incassobureautje. En dat leidt op 13 december tot de aanhouding van het duo. De mannen zitten tot op de dag van vandaag achter de tralies en verschenen op 29 maart voor de rechtbank Roermond. De aanklacht tegen de RIVI-directie is niet mis. Beide mannen wordt medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing en poging tot afpersing van het echtpaar uit Halen ten laste gelegd. En poging tot afpersing van Martin Meurs en een echtpaar uit Druten. Afpersing van Meurs, gepleegd in de periode van 8 tot 8 maart. Voor Rico komt er een aanklacht voor verboden vuurwapenbezit bij, omdat er tijdens huiszoeking een wapen bij hem in beslag is genomen. De verdediging vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis, onder andere voor de financiële afwikkeling van het inmiddels opgeheven incassobureau. Maar het verzoek om vrijlating werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank is van mening dat er sprake is van een geschokte rechtsorde en beval dat Rico en Vincent moeten worden vastgehouden. De rechtszaak tegen Rico B. en Vincent van D. wordt op 15 mei voortgezet. Wordt vervolgd dus. Na de reclame zijn we bij u terug met de jongste ontwikkelingen in de moordzaak Hans Leijsen en onze verborgen cameraactie over de ontmaskering van de internetpedofiel natuurlijk. Tot zometeen. Al kort na de moord op de Rotterdamse multimiljonair Hans Leijsen in september 1999 kreeg de recherche zicht op de vermoedelijke achtergronden van dit misdrijf. Weduwe Linda V. zou de opdracht hebben gegeven en Dirk van R. zou de liquidatie, met als inzet een erfenis van ruim 10 miljoen gulden, hebben uitgevoerd. Het is een theorie waar justitie tot op de dag van vandaag in gelooft, maar waarvoor zij het bewijs in al die jaren net niet heeft kunnen leveren. De moord op Hans Leijsen raakte daardoor in het slop en dreigde onopgelost te blijven. Maar sinds onze vorige uitzending op 21 maart is de zaak weer volop in beweging. Nou, Dirk is nu toch overleden. Ik denk, nou moet ik maar eens de waarheid gaan vertellen. Knaagde er toch iets? Ja, ja.
Deze man meldt zich kort na onze uitzending over de moord op de Rotterdamse winkelier Hans Leijsen. Een succesvol ondernemer, vader van twee dochters en multimiljonair. Op 9 september 1999 wordt Hans Leijsen dood aangetroffen in het souterrain van zijn winkel in elektronica aan de Rotterdamse Benthuizerstraat. Hij is met een schot in zijn hoofd om het leven gebracht met een kogel van het kaliber 7.65. Het is een moord die onopgelost blijft en waar justitie zich jarenlang de tanden op stuk bijt. Het vermoeden bestaat dat Hans Leijsen is omgebracht vanwege de 10 miljoen gulden zwart geld die de ondernemer op een bank in Luxemburg had ondergebracht. In het scenario van justitie is het brein achter de moord de weduwe van Hans Leijsen, Linda, die op de begrafenis met tranen in haar stem afscheid nam van haar man. Er is maar één ding wat ik kan zeggen. Waarom jij? We zullen het nooit weten. Alleen bij overlijden van Hans zou weduwe Linda de miljoenen erfenis in handen kunnen krijgen. Want bij een eventuele scheiding zou zij niets erven. Om de moord te plegen zou Linda deze man hebben ingehuurd. De dan 55-jarige Rotterdammer Dirk van R. Dirk is een oude bekende van Linda. Na de moord wordt Linda een tijd lang geobserveerd. De rechercheurs leggen dan deze ontmoeting vast met Dirk van R. Dirk heeft een strafblad. Hij is meerdere keren in aanraking met justitie geweest, onder meer wegens vuurwapenbezit en geweldpleging. Nader onderzoek leert dat Dirk en Linda in de tijd voorafgaand aan de moord veelvuldig telefonisch contact met elkaar hebben gehad. Tijdens een van die telefoontjes, notabene enkele ogenblikken voor de moord, straalt de mobiele telefoon van Dirk aan op een gsm-mast vlak bij de plaats delict. Opvallend is ook dat een compositietekening, die wordt gemaakt op aanwijzing van een getuige die vlak voor de moord een man de winkel van Hans binnen zag komen, sprekend lijkt op Dirk van R. Ook blijkt dat Dirk's schoenmaat overeenkomt met dat van een afdruk die is aangetroffen in het bloed van Hans Leijsen. En in het toilet op de plaats delict wordt een sigarettenpeuk gevonden van het niet-alledaagse merk Chesterfield. Uitgerekend het merk dat Dirk rookt. Maar alle verdachte omstandigheden ten spijt, het harde bewijs tegen Linda en Dirk kan niet worden geleverd. Na 9 maanden voorlopige hechtenis worden ze weer op vrije voeten gesteld. Peter zoekt Dirk een tijd later op. Alle verhalen over zijn betrokkenheid bij de moord op Hans Leijsen wijst Dirk dan naar het Rijk der Fabelen. Als jij een eerlijk antwoord van mij wil, krijg je die. Of je het leuk vindt, dan moet je niet vragen. Ja. Wie heeft Hans Leijsen vermoord? Weet ik dat? Ik weet het niet. Heb jij daarmee te maken gehad? Nee. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen? Durf je dat te zweren? Ja, dat durf ik te zweren, ja. Alle aanwijzingen zijn gebaseerd op louter toeval, aldus Dirk. Je rookt Chesterfield, hè, zie ik. Ja, ik heb ook palm al gerookt. En als ik een slof, een paar sloffen, weet dat? Lucky Strike hebt, dan rook ik die. Maar je weet dat er een peuk van dat merk is aangetroffen. Ja, ik heb al gelijk gezegd toen tegen die Verdam. Gerard Verdam was mijn regisseur. Ja. Ik zei, nou, dat is geweldig. Ik zal waarschijnlijk de enige zijn. Ik zeg, maar als dat zo is, ik zeg, nou, dan hebben jullie toch DNA of weet ik veel wat voor troep. Ik zeg, nou, dan ben ik zo de klos dan, als dat zo is. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Afgelopen zomer overlijdt Dirk van R. als gevolg van een hartkwaal, zonder ooit enige betrokkenheid bij de moord te hebben opgebiecht.
Weduwe Linda heeft ondertussen de wijk genomen naar het zonovergoten Costa Rica in Latijns-Amerika. Samen met haar nieuwe echtgenoot Sjaak, met wie ze tijdens haar huwelijk met Hans al een heimelijke relatie had, bouwt ze in Costa Rica een nieuw leven op. Ze runnen dit appartementencomplex met uitzicht over de Stille Oceaan. Het onderzoek naar de moord op Hans Leijsen ligt dan nagenoeg stil. Maar dan ineens wordt het zwijgen doorbroken en lijkt een oplossing toch binnen handbereik. De zus van Linda, Annette, klapt uit de school en vertelt zonder omhaal aan Peter over plannen die door Linda in het vakantiehuis in Frankrijk werden gesmeed om Hans om te brengen. Nou werd toen wel geopperd bepaalde manieren om van Hans af te komen. Hans was dik, had toch wel wat hartklachten, iets in zijn koffie of iets door zijn eten zou eigenlijk voor Linda wel goed uitkomen als hij op zo'n manier aan zijn einde zou komen. Vergiftiging? Die opties zijn toen geopperd. Maar werd daar zonder enige gêne in uw aanwezigheid over gesproken? Ja, blijkbaar wel. Sprak u mee of hoorde u het alleen maar aan? Ik heb me geprobeerd afzijdig te houden. En er is nog een getuige die Linda aanwijst als kwade genius. Afgelopen maart reist Peter af naar Costa Rica en ontmoet daar Sjaak, de huidige echtgenoot van Linda. Het huwelijk van de twee is op de klippen gelopen en Linda heeft hem het huis uitgezet. Sjaak is nu bereid om ook een boekje open te doen over wat hij weet van de moord op Hans Leijsen en over de rol van Linda en Dirk. In een cafeetje in het Hoge Noorden. Daar is het eerste contact geweest met Dirk. Daar hebben ze het vermoedelijk al gevraagd aan hem. Hoe weet je dat? Dat hebben ze me dus ook verteld. Wat zei allemaal ze daar precies over? Ze hebben in ieder geval contact gehad met Dirk, dat weet ik dus wel. Ineens de aanleg voor de moord. En aan Dirk gevraagd, zou jij dus Hans kunnen ombrengen? Maar als we Linda opzoeken in haar appartementencomplex in het plaatsje Tamarindo, doet zij de hele zaak af als een wraakactie. Van zowel haar zus als van haar ex-geliefde Sjaak. En dat Dirk de man zou zijn die de moord heeft gepleegd, is volgens haar grote onzin. Hij is gewoon een kleine randfiguur. En dat is ook gebleken. Alle onderzoeken die rond Dirk gedaan zijn, heeft alleen maar grotere dingen opgeleverd waar Dirk tussenin zat. Maar hij had er niks mee te maken. Sluit jij uit dat Dirk het gedaan heeft? Ik sluit uit dat Dirk het gedaan heeft. Waarom? Omdat ik daar Dirk absoluut niet voor aan zie. Ik ken Dirk vanaf mijn 16e jaar en Dirk is zo vent, met zo'n grote bek en zo'n klein hartje. En ze hebben die jongen gewoon kapot willen maken. Maar is Dirk echt zo onschuldig als Linda het doet voorkomen? De nieuwe getuige die zich nu bij ons meldt is een goede bekende van Dirk. Hij heeft altijd gezwegen, maar is nu, in navolging van Annette en Sjaak, ook bereid zijn verhaal te doen. Waarom biecht je dit nu wel ineens allemaal op? Naar aanleiding van de laatste uitzending. Linda die zit lekker in het buitenland met de centen. Nou, en Dirk is nu toch overleden. Ik denk, nou moet ik maar eens de waarheid gaan vertellen. Knaagde er toch iets? Ja, ja. Deze man is Arie de Klepper. Ten tijde van de moord huurde hij een winkelpand van Dirk en die kwam toen regelmatig bij hem over de vloer. In september 1999 is Dirk ook bij jou in de zaak geweest, hè? Dat klopt, ja. Wat gebeurde er toen? Toen had hij een doek bij hem en er zat wat ingewikkeld. En hij was nogal zenuwachtig en een beetje zweterig. En ik had voor de ramen een opstandje gebouwd waar ik de spullen neer kon zetten, dat de mensen het vanaf buiten kon zien. En dan kon je aan de zijkant openmaken. Die maakte die open, dat plankje. En daar verstopte die het in. En wat was dat? Dat wist ik op dat moment niet. Het enige wat hij dus zei van, daar heb ik een hoop geld mee verdiend. Een jaar lang ligt het pakketje dan volgens de Klepper verborgen in de winkel in Rotterdam. Een jaar waarin de recherche nog volop bezig is met het onderzoek. Dirk van R. zit enkele maanden in voorarrest. Als hij vrijkomt, stapt hij opnieuw de winkel van de Klepper binnen.
Hoe kwam jij er uiteindelijk achter wat er in die doeken zat? Wat hij daar achter die lambrisering had verstopt? Dirk heb gedetineerd gezeten. En toen hij dus loskwam, kwam hij bij mij dus in de winkel. En toen haalde hij de lambrisering weer los en toen haalde hij de doek eruit. En toen kwam het te sprake van, ja, dat moet zo gauw mogelijk weg. En er bleek dus twee wapens te wezen. Wat voor wapens? Een klein wapentje met een dubbel loopje. En een, ja, een grote met een geluidsdemper. En die zaten dus alle twee in dat doek gewikkeld. En wat zei hij daarover toen hij dat eruit haalde? Kan jij dat zorgen dat dat wegkomt? Maar zei hij ook waarom dat nodig was? Of kon hij daardoor in de problemen komen? Er was iets mee gepleegd. Wat zei hij niet? Er is wat mee gedaan. Maar wat zei hij dus niet? En nou, ik zei, daar kan ik wel voor zorgen dat het wegkomt. Arie de Klepper is eerder door de politie gehoord, maar dit verhaal heeft hij altijd verzwegen. Wat heb jij met die wapens gedaan? Die heb ik mee naar huis genomen. Toen heb ik een kennis van me gebeld, ene Koor. Die is 's avonds gekomen, heb ik het laten zien. En daar heb ik het aan verkocht. Voor hoeveel? Voor 900 gulden. Heb je die wapens goed bekeken voor je ze verkocht hebt? Ja, die heb ik zelf in mijn handen gehad en goed bekeken, ja. Weet je wat voor wapens het waren? Merk of types? Nee, het merk en type weet ik niet. Enkel het kaliber stond op 7,65. Dat weet ik dus nog wel goed. Dat was bij dat pistool met bij dat pistool met de geluidsdemper. Ja. Kaliber 7,65. Precies hetzelfde kaliber als dat van de kogel waarmee Hans Leijsen is doodgeschoten. Volgens de Klepper heeft justitie het al die tijd bij het juiste eind gehad. Dirk van Erg is de man achter de moord op Hans Leijsen. Na de moord zou Dirk ook plotseling grote geldbedragen op zak hebben gehad, aldus de Klepper. Op een gegeven moment komt hij bij me. Joh, heb je drank thuis staan? Dan zeg je, ja, dan ga ik met je mee naar huis. Dus we zitten wat te drinken. Hij haalt een envelop uit zijn binnenzak, gooit bij mij op tafel neer. Hij zegt, die moet je openmaken als ik weg ben. Hij, dat is een renteloze lening. Hij, die mag je terugbetalen met 250 gulden per maand. Op een gegeven moment gaat Dirk weg, dus ik maak die envelop open. Er zitten 15.000 aan Engelse ponden in. Maar hij trok nog een hele stapel enveloppen uit de zak. Ja, die ga ik nog bij meer jongens brengen. Dirk, je leent bij mij 100 euro dat je geen boodschappen kan halen. En nou loop je in één keer mijn geld te smijten. Dat vond je al verdacht. Ja, toen ging er bij mij een lampje branden. Ik denk, hé, ik heb van die moord gehoord. Dirk gaat met Linda om. Dirk die ken Hans Leijsen. En Dirk heb ineens een hoop geld. En hij verstopt wapens achter de lambrisering. Ja, ja. De vraag die nu rijst is, waar is het moordwapen gebleven? Ja, en die vraag hebben we uiteraard ook voorgelegd aan justitie. Die verklaarde het volgende. De wapens waarover getuige de Klepper het in de reportage heeft, zijn destijds bij een huiszoeking in beslag genomen en daarna ballistisch onderzocht. En hoewel justitie zeker niet uitsluit dat de wapens inderdaad van Dirk de R. waren, zat het moordwapen er niet tussen. Hoewel het verhaal van de Klepper op dit punt dus niet conform de onderzoeksbevindingen is, heeft zijn verklaring voor justitie wel een aantal andere verrassende nieuwe feiten en aanknopingspunten opgeleverd. De Klepper zal op korte termijn daarom nog een keer door de recherche worden gehoord. En zo vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker na 6,5 jaar onderzoek op zijn plaats. Dan nu onze verborgen camerareportage. Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Je ontdekt dat je minderjarige dochtertje op het internet vergaande contacten heeft met een pedofiel. Een onbekende, volwassen man die haar aanzet tot allerlei seksuele handelingen. Wat zou u in zo'n geval doen? De ouders van de 11-jarige Sharon, die belden mij.
het Noord-Hollandse dorpje Sint Maartensvlotbrug. Niet meer dan een lint schilderachtige huisjes waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Hier wonen Taco en Monique samen met hun 4 kinderen. De oudste van het stel heet Sharon. Ze is 11 jaar en houdt zich in alle zorgeloosheid bezig met naar school gaan en haar grote passie, paardrijden. Op 11 november 2004 loopt de 41-jarige Taco de garage uit om een aantal foto's van zijn brommer te maken die hij via internet wil verkopen. Als hij niets vermoedend door het geheugen van het toestel bladert, ontdekt hij een aantal compromitterende foto's van zijn minderjarige dochter. De grond lijkt onder zijn voeten weg te zakken. We schrokken ons echt enorm rot. En ja, je hebt echt het gevoel van, dit overkomt jou niet. Dus dat Sharon toen thuis kwam uit school, heb ik een heel gesprek met haar apart gehad boven. En daar heeft ze heel veel moeite mee gehad om erover te praten. Op een gegeven moment toen barstte ze inderdaad uit in huilen en heeft ze verteld dat ze deze man had ontmoet via het internet. Volgens Sharon heeft hij haar gedwongen om naaktfoto's van zichzelf te maken en te versturen. Ze is de man tegengekomen tijdens het chatten. Dit is het versturen van berichtjes naar andere internetgebruikers die er direct op kunnen reageren. Talloze mensen leggen op deze manier contact. Om anoniem te blijven gebruiken ze meestal niet hun echte naam, maar een schuilnaam, ook wel nickname genoemd. Sharon noemt zichzelf Lovely Horses. Haar nickname is gekoppeld aan een profiel met persoonlijke gegevens. Het is een digitaal visitekaartje met informatie over huwelijkse staat, leeftijd en geslacht. Ze schrijft voor de grap dat ze een vaste relatie heeft, maar is wel eerlijk over haar leeftijd, inmiddels 12 jaar. Als het profiel je aanspreekt, kan je de personen erachter ontmoeten in een chatbox. Hier kun je met elkaar corresponderen, maar ook foto's uitwisselen en via een webcam de ander tijdens het gesprek daadwerkelijk zien. Chatten is razend populair bij kinderen, maar trekt ook mensen met verkeerde bedoelingen aan. Zo wordt in december 2005 een Hagenaar opgepakt die ervan wordt verdacht minderjarigen te hebben aangezet tot het plegen van seksuele handelingen voor de webcam. En afgelopen februari wordt een 20-jarige man uit Beverwijk veroordeeld tot een jaar cel voor het onder druk zetten van jonge meisjes via de webcam met seks als inzet. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ja, er is juist omdat er zoveel kinderen zijn die gebruik maken van een messenger. En omdat daar zo openlijk over alles en nog wat wordt gepraat, is dat natuurlijk ook het moderne speelplaats geworden waar pedofielen zich ophouden. Hè? Die vroeger cirkelden rond schoolpleinen, waar ze vroeger cirkelden rond de schoolpleinen. Daar cirkelen ze dus nu als haviken, zeg maar, boven het internet om te kijken of daar iets van een garing is waar ze bij kunnen komen. Het probleem daarbij is het gebrek aan toezicht van ouders en dat kinderen de gevaren van de digitale snelweg vaak niet goed kunnen inschatten. Ook justitie maakt zich zorgen over deze toenemende vorm van kindermisbruik. In dit artikel stelt het college van procureurs-generaal dat er met kracht op moet worden gereageerd en wordt gepleit voor hoge straffen. In de meeste gevallen ontmoeten dader en slachtoffer elkaar via het programma MSN Messenger. Sharon gebruikt ook MSN. Het is een besloten manier van chatten, waarbij je alleen contact hebt met mensen die je kent. Als een buitenstaander aan het gesprek wil deelnemen, kan dat, mits de gebruiker van de chatbox, in dit geval Sharon, hiervoor toestemming geeft. Sharon die zit natuurlijk veel op de MSN en heeft daar een grote vriendenlijst ook op. En op een gegeven moment kreeg ze dus een aanmelding dat iemand zich wou aanmelden op haar MSN. Zij heeft op dat moment dat persoon toegevoegd. En dat was dus deze meneer. En daarna is ze eigenlijk niet meer van hem afgekomen. Hij bleef maar aandringen. En kon ze ook aankloppen van hallo, hier ben ik weer. En hoe is het met je? En vervolgens ging dat eigenlijk van kwaad tot erger. En toen is hij op een gegeven moment ook inderdaad om de foto's gaan vragen.
Dit zijn de gekuiste foto's die ze op 11-jarige leeftijd van zichzelf maakte en ook heeft opgestuurd. Op één ervan is te zien hoe ze zichzelf betast. Volgens Sharon onder druk van de man die ze via internet heeft ontmoet. Na het aantreffen ervan belt haar vader meteen de politie die hen adviseert aangifte te doen. Ze volgen dat advies echter niet direct op. De 11-jarige Sharon chat er op internet lustig op los, zoals tegenwoordig de meeste jongeren doen. Maar niet iedereen op de chatbox heeft goede bedoelingen. Dat wordt Sharon's vader Taco ook duidelijk als hij bij toeval stuit op een aantal compromitterende foto's die zijn minderjarige dochter van zichzelf heeft gemaakt en naar een volwassen, onbekende man heeft gemaild. En de man wil nog veel meer van haar. Dit zijn de gekuiste foto's die ze op 11-jarige leeftijd van zichzelf maakte en ook heeft opgestuurd. Op een ervan is te zien hoe zij zichzelf betast, volgens Sharon onder druk van de man die ze via internet heeft ontmoet. Na het aantreffen ervan belt haar vader meteen de politie, die hen adviseert aangifte te doen. Maar ze volgen dat advies echter niet direct op. We zagen op dat moment gewoon nog af van een verdere aangifte. Omdat het gewoon voor Sharon ook te zwaar was. Sharon zou geïnterviewd worden in Den Helder onder videocamera's met speciale mensen en dat soort dingen. En dat waren allemaal van die zaken die ze zeiden, daar moeten jullie over nadenken of je dat überhaupt wel wil. En we hadden zoiets van, dat is voor Sharon te heftig allemaal om dat te gaan doen in Den Helder. Sharon mag vanaf dan alleen nog maar onder toezicht van haar ouders op internet. Ze voelt zich niet zo lekker en vermeldt dit als nickname tijdens het chatten. Een nickname kan bestaan uit een enkele naam, maar ook een hele zin. Als Sharon online komt, verschijnt er in beeld: ik ben ziekie, niet leuk. Ik hoop dat ik snel weer beter ben. I miss you. I love you. Ondertussen blijven Taco en Monique scherp in de gaten houden of de pedofiel nog actief is in hun dochters chatbox. Het duurt niet lang voordat er iemand opduikt met een opmerkelijk voorstel. De persoon noemt zichzelf: er is één iemand speciaal in mijn leven, maar zegt niet wie. Degene die dit leest, weet wie ik bedoel. Deze nickname is gekoppeld aan dit e-mailadres. Viper, Engels voor adder. Een nickname is op ieder moment te wijzigen, maar het e-mailadres waarmee de persoon over internet surft blijft hetzelfde. Zo kan je iemand, ondanks een steeds wijzigende nickname, altijd herkennen. Volgens Sharon is Viper degene die sinds een aantal maanden haar chatbox onveilig maakt en vraagt om foto's. En ook in dit gesprek met Sharon, dat door Taco en Monique wordt geregisseerd, vraagt Viper naar voor hem opwindende plaatjes. Zij schrijven dat Sharon niets heeft gemaakt omdat haar moeder het toestel heeft. Hij reageert zichtbaar teleurgesteld en benadrukt het nog dezelfde week opnieuw te proberen. Tot slot stuurt hij deze niet verhullende pornografische plaatjes die voor Sharon bij het maken van de foto's als voorbeeld moeten dienen. Ja, toen ik zelf zag hoe hij zich dus voordeed en wat hij deed en wat voor foto's hij stuurde. Ja, je gaat door een hel. In de eerste instantie geloof je het gewoon niet. En inderdaad, doordat je het zelf ziet, dan gaat er eigenlijk nog meer door je heen. En je weet, boos word je ervan. Ja, vreselijk kwaad. Bij een tweede ontmoeting gebruikt Viper weer een andere nickname. Hij noemt zichzelf I Don't Know Why en brengt het onderwerp bijna direct op de foto's. Als Sharon via haar ouders aangeeft dat hij die toch al van haar heeft, maakt hij wederom duidelijk op zoek te zijn naar meer onthullende kiekjes. En schrijft: ja, maar ik wil een betere, dat ik je poesje beter kan zien. Ze proberen hem verder uit te horen door onder andere te vragen of hij een opblaaspop heeft en of hij het daar wel eens mee doet. Hem wordt toegezegd dat hij de dag erna een foto van Sharon krijgt. De vraag naar een foto van hem, in de hoop dat dit tot identificatie kan leiden, resulteert echter in een seksueel getinte reactie. Viper schrijft letterlijk:
Hoezo? Wil je dat om te oefenen? En word je al nat bij het doen? Over de vraag voor zijn naaktfoto hoeft hij geen moment na te denken en stuurt er prompt een van zijn penis. Kort daarna volgt een plaatje van zijn ontblote bovenlijf en tot slot een foto van zijn hoofd. Net voordat hij weer offline gaat, wijst hij erop dat niemand mag weten wat ze aan het doen zijn en dat ze echt voorzichtig moeten zijn. Het leidt geen twijfel dat Viper goed weet dat deze praktijken absoluut niet door de beugel kunnen en strafbaar zijn. Er staat zelfs een zware gevangenisstraf op. Taco en Monique gaan er nog niet met de informatie naar de politie, maar willen wel dat Peter er iets mee doet en benaderen daarom hem. We zijn benieuwd hoe deze adder over het internet kronkelt en nemen in navolging van haar ouders Sharon's gedaante aan tijdens het chatten. En als de adder zich op 29 april 2005 opnieuw in haar chatbox vertoont, gaat hij nog een stuk verder. Na afloop van onze ontmoeting met Viper op internet bekijkt Peter de beelden. Op 29 april 2005 gebruikt hij als nickname: na regen komt weer zonneschijn en inderdaad, het is zo. We nodigen hem uit om zijn webcam aan te zetten. En nadat hij ons verzoek heeft geaccepteerd, zien wij hem in hoogst eigen persoon achter de computer zitten. Al snel gaat het gesprek over Sharon's foto's en die mogen wat hem betreft wel weer spannend zijn. Wij kaatsen de bal terug en vragen wat voor de webcam te doen. En dat is niet tegen Dovermans oren gezegd, want meteen informeert hij of er belangstelling is voor stijf of niet stijf. Wij spelen het spelletje mee door te zeggen dat we het ook spannend vinden, maar benadrukken tegelijkertijd minderjarig te zijn. Wij schrijven: ik vind het wel spannend. Ik ben pas 12. Wat hem er voor de zoveelste keer niet van weerhoudt om door te gaan met schunnige praatjes. Sterker nog, hij bevestigt dat hij daarvan op de hoogte is. Te oordelen aan zijn uiterlijk kan Sharon makkelijk zijn dochter zijn. Viper informeert of ze al wat foto's heeft gevonden. En blijkbaar is hij ook geïnteresseerd in haar zusjes, want als we aangeven niet aan zijn verzoek te kunnen voldoen, vraagt hij naar een plaatje van hen. Zijn opdrachten worden al snel concreter. Hij schrijft: streel eens over je borsten. En als we informeren wat hij aan het doen is en dat we het niet goed kunnen zien, trekt hij als klap op de vuurpijl zijn broek uit en masturbeert voor de webcam. Dit is nou wat ze noemen een heter daadje. Om meteen daarna te informeren of ze het leuk vindt en te bevelen haar broek uit en benen wijd te doen. De opmerking dat ze het niet zo goed durft weerhoudt hem er niet van bij haar aan te dringen zichzelf te betasten. Hij zegt: nu dan, kom op, ik laat het toch ook zien? En vraagt: deed het pijn met je vinger in je poesje? Maar uit Sharon's naam wordt teruggeschreven dat ze dat nu helemaal niet doet en wordt benadrukt dat het niet mag van haar ouders, omdat ze dan straf krijgt. Ook daarvan schrikt hij niet terug. Hij adviseert het om het te doen als ze alleen is. Als Viper uit Sharon's naam wordt gevraagd of hij er geen problemen mee heeft dat ze minderjarig is, zegt hij: nee, jij wel dan dat ik wat ouder ben? Het gesprek wordt afgerond met de smoes dat Sharon een afspraak met haar vriendinnetje heeft. En die mag wat hem betreft ook wel een keer meekijken.
De door ons gemaakte beelden en gevoerde chatgesprekken tonen glashard aan dat wat Viper op het internet doet absoluut niet in de haak is. Hoewel we nu weten hoe hij eruit ziet, hebben we nauwelijks informatie over zijn identiteit. En die willen we graag achterhalen om hem persoonlijk met zijn daden te confronteren. Het tweede chatgesprek van 14 mei 2005 levert een aantal interessante aanknopingspunten op. Het is overigens een zeer korte conversatie waarin zijn belangstelling vrijwel onmiddellijk verdwijnt als er wordt aangegeven dat er dit keer geen beeldverbinding mogelijk is. Maar hij vertelt wel iets over zijn beroep. De informatie leidt naar een bedrijf in Noord-Holland. Het spoor loopt echter al snel dood. Viper verschijnt daarna ook niet meer op internet en even lijkt hij ons te ontglippen. Lijkt, want op 14 december 2005 stuurt hij dit mailtje aan een lange lijst e-mailadressen, waaronder ook dat van Sharon. Het is een algemeen berichtje met een verwijzing naar een beeldbestandje dat er overigens niet aan is toegevoegd. De afzender staat met naam en toenaam genoemd. Het is Ene Marcel. Als we de overige e-mailadressen nader onderzoeken, blijkt Sharon niet het enige meisje dat in haar profiel schrijft dat ze minderjarig is. Een van de adressen is gelinkt aan het digitale visitekaartje van Corine. Zij vermeldt dat ze 15 is. En weer een ander, ene Priscilla, blijkt een berichtje te hebben achtergelaten op een forum over spijbelen. Er staat niet bij hoe oud ze is, maar spijbelen is typisch iets voor minderjarigen. Zou Viper ook wel eens bij de chatbox van deze meisjes naar binnen zijn geglipt? Het zou ons in ieder geval niet verbazen. We speuren verder en stuiten op een e-mailadres dat verwijst naar een bedrijfje ergens in Zuid-Holland. Het blijkt te staan op naam van Marcel, die hier woont. Als we een tijdje posten, krijgen we deze man in beeld. Vanuit dit huis kronkelt de adder dus over het internet. We zagen de niets verhullende foto's die volgens het slachtoffer onder druk van Viper zijn genomen. En daarna zagen we met eigen ogen hoe hij een minderjarig meisje beveelt onzedelijke handelingen te verrichten. En zelf masturbeert voor de webcam. Nu we de verblijfplaats van Viper hebben gevonden, stapt Peter op hem af. Mooi zo. Lag je te slapen? Ja. Met Peter de Vries. Oh, hoi. De honden hebben je wakker gebracht. Ja. Kan ik je even spreken? Ja, tuurlijk. Ja? Oké. Ja, waarvoor denk je dat we komen? Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Dat zal ik je vertellen. Wij komen omdat wij hebben vastgesteld dat jij regelmatig op internet seksuele handelingen verricht met meisjes van 12. Ik? Ja, ja. Oh, dat vind ik wel nog knap. Ja, waarom is het knap dan? Omdat ik dat nooit gedaan heb. Dat heb je wel gedaan. Ik zit nou een beetje te liegen, hè? Dat weet je wel. Nee, nee, ik heb niks met MSN met meisjes gedaan. Jawel. Nee. Zegt het MSN-adres Lovely Horses je iets? De naam komt me wel iets van voor, maar... Ja, dat is een meisje van 12. Die heb jij aangezet tot het maken van naaktfoto's. Oh? Ja. Niet dan? Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Nee? Nee. En zelf zit je ook dan naakt achter de webcam. Trek je jezelf af. Oh, dat vind ik toch knap dan. Ja? Is niet waar? Nee. Je kan goed liegen, hè? Nee, maar daar weet ik niks van in ieder geval. Ik weet wel dat er inderdaad wel dingetjes zijn. Maar dingetjes zijn? Wat zijn dingetjes? Dat gaat, ik heb het wel eens gedaan, maar geen meisjes van 12. Nee? Dat zijn gewoon volwassen vrouwen geweest.
Ja. Want dat heb ik wel eens gedaan, ja. Maar dat is wel een praatje over anderhalf tot twee jaar geleden. Ja, volwassen vrouwen van 12. Nee. Dus je ziet toch het verschil van een meisje of een, dat het een... Ja, nou, dat dacht ik ook. Dus ja. Daarom vraag ik me af, waarom zit je zo ontzettend te liegen? Als je het verschil heel goed kan zien. Ja. Nou, dat kijk, wij... het is niet zo. Nee, nou, wij hebben het opgenomen allemaal. Dus het bewijs is spijkerhard. Ja. Nou ja. Huh? Dat heb ik dat wel gezien dan. Denk jij dat dit een volwassen vrouw is? Nee, maar die ken ik niet in ieder geval. Nee? Nou, daar heb jij mee ge-MSN'd. Jij hebt haar dit soort plaatjes gestuurd als een voorbeeld van hoe ze zelf zich moest fotograferen. Ja, dat is toch wel leuk dan. Nou, je moet niet steeds zeggen dat het allemaal leuk is en knap, want je zit gewoon te liegen. Nee, want die foto's ken ik helemaal niet. Nee? En dit ben ik wel trouwens, die ik hier zie. Ja, kijk. Hier, hè? Wie hebben we hier? Ja. Dat ben jij, toch? Ja, inderdaad. Nou, dat is gemaakt toen je met dit meisje aan het MSN'en was. Nee, nou, daar kan ik me niks van herinneren. Niet, nee, dat zal wel niet. Nee. Want hier is duidelijk op te zien dat ze maar 12 is, hè? Die is inderdaad jong, ja. En ik zal je nog verder vertellen, dat meisje heeft ook heel duidelijk gezegd tegen jou dat ze 12 was. Daar weet ik niks van, echt niet. Nee, je weet helemaal niks meer, hè? Nee, maar ik weet daar inderdaad niks van, nee. En het is niet één keer gezegd, het is bij herhaling gezegd. En dat is opgenomen ook. En jij wist dat ook heel goed. Want jij hebt toen vervolgens gezegd, oh, dan moeten we wel heel voorzichtig zijn. Dat zou best kunnen, wat jij zegt. Nou, nu zou het ineens wel best kunnen. Nee, maar ja, als jij dat zegt, ik snap sowieso niet... dat je in die foto's komt en ik ken dat hele meisje. Ja, omdat je dit zelf erop gezet hebt, jongen. Ik ken dat meisje niet dus. Nee, nou, waarschijnlijk doe je het met zoveel meisjes dat je het niet meer weet. De laatste twee jaar, anderhalf tot twee jaar, heb ik al niet meer op het internet gezeten. Ja, dit is allemaal, nog geen jaar geleden gemaakt, hoor. Peter laat de beelden zien waarop Marcel masturbeert. Ja, nou ja dat, misschien ben ik dat wel, ja, dat kan. Nou, misschien, maar ik weet zeker. Niet wat wie daar aan de achterkant zit. Ja, dat weet je wel. Nee. Ja, natuurlijk weet je dat wel. Dat is je heel duidelijk gezegd. Ik zeg je toch dat het allemaal is opgenomen? Nee, dat weet ik niet. Nee, echt waar niet. Nou, dan ben je dus imbeciel. Nou, dank je wel. Kijk maar, dit is dus de uitgedraaide tekst. Ik vind het wel spannend. Ik ben pas 12. En dan zeg jij, oké, ik weet... Ik weet dat je 12 bent. Ja, maar je hebt, als je op de MSN komt of op chatten, je hoort zoveel dingen. Ja, jongen, als je nou toch niet zo te stom te kletsen, man. Wat zijn dit nou voor smoesen? Ja, ik zit wel te chatten. En als een meisje zegt dat ze 12 jaar is, dan lees ik dat ze 12 jaar is. En dan denk ik niet bij mezelf, die zal wel volwassen zijn. Dan zeg ik net. Hou nou toch op met je slappe gelul, man. Ik heb nog een paar keer gehad, dan zeggen ze 12 en later zijn ze wel een jaar 25. Ja, en ik heb er zelfs eentje ontmoet die dat zei. Oh, maar dan ga je dus wel met meisjes van 12 dat doen. En hier zegt Marcel dat hij wel eens heeft afgesproken met een meisje waarvan hij dacht dat ze 12 jaar was. Oh, maar dan ga je dus wel met meisjes van 12 dat doen. Als ze zeggen dat ze ja, dan praat je ermee en dan zeg je van steek je vinger er eens in. Doet het pijn? Dat soort dingen vraag jij. Ja. Ja, nou, je doet wat meer gek op dat internet. Oh, nou doe je ineens gek. Maar ik niet bewust, omdat ik zeker weet dat het een meisje van 12 is. Als nou, dan ben je, heb je, als je dat niet weet, dan heb je dus een IQ zo niet groter dan je schoenzool. Want dat kan iedereen op deze foto's zien. Is strafbaar dit? Ja, weet ik. En dan toch doe je het? Nee, want ik ken dat meisje niet. Nee. Nou, zij kent jou wel en het is allemaal opgenomen. Ik denk dat je voor de rechter helemaal nat gaat. En dan kan je 100 keer roepen, ik ken haar niet. Maar het bewijs is spijkerhard gewoon. Ja, als jij het bewijs hebt. Ja, dat hebben we zeker. Ik dacht dat ik dat overtuigend had laten zien. Nou, dat is gelijk al een reden. Je bent toch niet gek? Hè? Om gewoon tijdens en er helemaal uit te keilen. Nou, ik denk dat jij eruit gekeild wordt. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Na mijn confrontatie met de Viper deden de ouders van Sharon alsnog aangifte bij de recherche. Met resultaat. Na een uitgebreid onderzoek werd de internetpedofiel op zondag 5 maart door de politie gearresteerd en is zijn computer in beslag genomen. Na aanstaande donderdag wordt beslist of hij voor nog eens 30 dagen kan worden vastgehouden. Op 7 juni moet hij zich verantwoorden voor de rechtbank. Tot zover de internetpedofiel.
Na de reclame zijn we terug om nog een keer aandacht te vragen voor de moord op Milika van Doorn uit Zaandam, waarvan de oplossing ons zeer aan het hart gaat. Een zaak waarin helaas nog geen aanhouding is verricht. Maar wat niet is, kan nog komen. Zeker als u helpt. Tot zometeen. Het is alweer bijna 14 jaar geleden dat de 19-jarige Milika van Doorn uit Zaandam werd verkracht en vermoord. Onze extra lange uitzending over de moord, zeer onlangs, leidde tot talloze interessante tips. Maar de dader is nog niet gepakt. De recherche heeft echter nog enkele ijzers in het vuur. In de speurtocht naar de moordenaar van Milika van Doorn uit Zaandam is op advies van Peter een nieuw DNA-onderzoek ingesteld. Het gaat om een op de plaats delict gevonden schaamhaar waar nog niets mee gedaan was, maar die dankzij vergevorderde DNA-technieken nu wel geanalyseerd kan worden. Ik denk heel veel aan Milika en zeker zolang de zaak niet opgelost is, blijft het vreten dat degene die Milika dit heeft aangedaan nog vrij rondloopt. Dat mensen dus in staat zijn om dingen te doen die jij en ik je niet kunnen voorstellen. De 19-jarige Milika wordt in de nacht van 7 op 8 juni 1992 vermoord. Ze was die avond op een feestje aan de Fluitenkruidweg in de Zaandamse wijk Kogerveld. Rond middernacht vertrekt ze. Ze wil de laatste bus, lijn 63, nemen naar haar ouderlijke woning aan de andere kant van Zaandam. Maar wat ze op dit moment nog niet weet, is dat er in verband met Pinksteren geen bussen meer rijden. Dat zal ze hier bij de halte hebben ontdekt. Hoogstwaarschijnlijk begint ze daarom maar te lopen richting het station aan het einde van de Veldbloemenweg, zo'n 700 meter verderop. Ze komt nooit thuis. De volgende morgen wordt haar ontzielde lichaam door de koster aangetroffen in de vijver bij de Sint-Jozefkerk, direct naast het treinstation. Milika is op gruwelijke wijze vermoord. Haar hals is doorgesneden en een tweede messteek onder haar kin heeft haar slagaders doorboord. Verder vertoont ze diverse blauwe plekken, is haar hoofd ontveld en heeft ze een steekwond in haar mondhoek. Milika is ook verkracht. Er wordt sperma veiliggesteld en daaruit wordt een DNA-profiel geïsoleerd. Een goed daderspoor dus. Met dit daderspoor start de politie pas 10 jaar na de moord een uitgebreid onderzoek. Enkele honderden mannen die ofwel een zedenverleden hebben, uit de omgeving van de plaats delict komen of op een andere manier te linken zijn aan Milika, worden getest. Maar de dader zit er steeds niet bij. Uiteindelijk dreigt het onderzoek in 2005 vast te lopen. Totdat wij er in januari 2006 weer aandacht aan besteden in een extra lange, 70 minuten durende uitzending. Het werd een ultieme poging om het onderzoek naar de inmiddels bijna 14 jaar oude moordzaak een nieuwe impuls te geven. Omdat de politie en ook wij ervan uitgaan dat de dader uit Zaandam komt, kregen alle 50.000 huishoudens in de stad van ons programma een dag van tevoren een uitgebreide oproep in de bus om te kijken. De uitzending bleef niet zonder gevolgen. In deze rij ordners zitten alle nieuwe tips die sindsdien zijn binnengekomen. Een geweldig resultaat. Ruim 200 tips. De lijnen waren die avond overbezet. We hebben extra lijnen erbij moeten zetten op het servicecentrum. En het team is opgehoogd naar 15 rechercheurs. Dus exclusief de leiding die er al op zat. En we zijn toen gaan rechercheren op die 200 tips. Helaas heeft dat nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. Belangrijk onderdeel van de uitzending was een gedetailleerd onderzoek naar de route die Milika die avond waarschijnlijk heeft gelopen voordat ze haar moordenaar tegenkwam. Hier verliet zij het feestje. En hier is de bushalte waar ze ontdekte dat de bus niet reed.
De volgende morgen is het 3/4 kilometer verderop, op deze plek in de vijver van de kerk, dood teruggevonden. Langs deze route hebben diverse getuigen die nacht mogelijk verdachte zaken gezien of gehoord. Een aantal van die getuigen is nog steeds niet gevonden. We hebben uit het onderzoek, mag ik zeggen, vrijwel alles in de tijdlijn van 11 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts aardig in beeld wat zich rond die plaats delict heeft afgespeeld. Wat we nog zoeken, dat is het busje met de drie mannen. Daar zijn we nog naar op zoek. Dat was bij deze snackbar. Wat we ook nog zoeken, en daar zijn we vooral heel erg op gebrand om mensen, die vrouwen, te spreken te krijgen. Rond de klok van 11:30, 11:45 hebben we meldingen dat er geschreeuw is gehoord rond de plaats delict door vrouwen. Het is aannemelijk dat die vrouwen ook in aanraking zijn gekomen of tegen de dader op zijn gelopen. En dat Milica vermoedelijk de tweede of derde is geweest. Dus we willen gewoon ontzettend graag die twee vrouwen die daar die nacht rond 11:30, 11:45 hebben gelopen. En die daar om wat voor reden dan ook hebben lopen schreeuwen. Die willen we gewoon heel erg graag spreken. Dus we hopen dat die zich alsnog bij ons melden. En als derde vraag die nog open staat rond de PD. Dat is ook een nieuwe tip geweest. Naar aanleiding van jullie uitzending. Dat is dat er een taxi heeft gestaan met een portier open op de plaats van de plaats delict. Het is aannemelijk dat Milica, die geen bus kon vinden om naar huis toe te komen, inderdaad een manier van vervoer heeft gevonden in de vorm van bijvoorbeeld een taxi. Dat is heel aannemelijk. En dat ze dus in die taxi is meegegaan, zodat ze op die manier thuis zou kunnen komen. Dus we zijn ook heel erg, we willen heel graag die taxichauffeur of iemand die daar misschien nog iets meer over kan vertellen, over die taxi, die willen we ook graag nog spreken. Naar aanleiding van onze uitzending heeft de recherche nog een nieuwe lijst met 18 mannen samengesteld waarvan men DNA wil hebben. Een van de zaken die dan nog resteert is een DNA-onderzoek naar alle mannen die ten tijde van de moord in de wijk Kogerveld woonden. Het gaat om 583 personen. Over dit grootschalige bevolkingsonderzoek, een laatste redmiddel, is nog geen definitieve beslissing genomen. Maar er is nu ook een heel ander DNA-onderzoek ingesteld. Op de plaats delict trof de technische recherche direct na de moord in 1992 een serie belangrijke sporen aan. Eén daarvan is een grote plas bloed van Milica op de stoep voor de kerk. De recherche reconstrueert dat Milica hier waarschijnlijk uit een auto is getrokken en daarna via het gras en een perk naar de vijver is gesleept. In deze plas bloed vindt de recherche een schaamhaar zonder wortel. Deze schaamhaar is nooit onderzocht, omdat DNA-onderzoek naar afgebroken haren uiterst moeilijk is en pas de laatste paar jaar tot de mogelijkheden behoort. Op aandringen van Peter is er nu wel een onderzoek naar gestart. En dat gebeurt in het gerenommeerde Sylvius Laboratorium in Leiden. De uitkomst kan zeer belangrijk zijn voor de recherche. Immers, als de haar hetzelfde DNA-profiel heeft als het bij Milica gevonden sperma, dan versterkt dat de waarde van het spoor. Dan is de man van wie het afkomstig is zeker op de plaats delict geweest. Als de haar een ander DNA heeft dan het sperma, betekent dit dat er mogelijk nog iemand bij de moord betrokken was. Iemand van wie er misschien al wel een profiel in de landelijke databank zit. Deze zaak gaat niet op de plank in Zaanstreek-Waterland. Regio Zaanstreek-Waterland zal er alles aan doen en deze zaak nooit laten rusten om de dader te pakken van deze moord. Ik hoop echt dat ik het nog een keer in de ogen kan kijken. Dat bekend wordt wie het is. Dat andere mensen ook weten wie het is. En dat hij toch een straf krijgt. Dat hij gestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. Dat is heel belangrijk. Ja, daar heb ik veel voor over. Ja. Dat zou rust brengen. En zo is ook deze zaak nog volop in beweging. De recherche in Zaanstreek-Waterland roept iedereen die ook maar iets weet op om contact op te nemen. Het nummer waarop u de politie kunt bereiken is 075 627 1271. Ik herhaal
075-627-1271. Ze zitten klaar voor u. En bel alsjeblieft als u iets weet. Deze moord mag niet onopgelost blijven. U kunt uiteraard ook onze redactie benaderen. Het internetadres krijgt u zo in beeld. Tot slot van deze uitzending heb ik zelf ook nog een oproep aan u. Wie kent er gevallen van politiemensen die ondanks ernstige vergrijpen, bijvoorbeeld diefstal, fraude, openbare dronkenschap, geweldpleging, zedendelicten, toch gehandhaafd zijn in dienst en soms zelfs promotie hebben gemaakt? Of het omgekeerde, wie kent gevallen van politiemensen die om futiliteiten, bijvoorbeeld een brutale mond tegen een superieur, de laan uit zijn geschopt en nu met wachtgeld tot aan hun pensioen thuis zitten? Heeft u concrete voorbeelden? Laat het mij weten. Discretie gegarandeerd. Via onze website www.peterrdevries.nl kunt u reageren. Ook met tips over Milica van Doorn en de andere zaken uit onze uitzending. Goed, dit was het weer voor vanavond. We zijn er weer over 3 weken, op 2 mei om precies te zijn, met een onthullend dossier. Tot dan. En u weet het? Houd uw hoofd koel. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op.